Ja, laten we het meteen even over de zaken hebben. Want jij bent er natuurlijk met een reden. Ja, ik heb hier een prachtig veilingsitem meegenomen. Dit is mijn, ja, geloof het of niet, maar dit is mijn Olympische trapeze die ik tijdens de Olympische Spelen gedragen heb. En ook in de voorbereiding natuurlijk. Deze is speciaal door Brunotti voor mij gemaakt. Omdat hij ietsjes lichter gewicht is en ietsjes lekker naar mijn kontje zit. Ja. En die gaat de veiling op. Maar deze is dus van goud. Deze heeft een goudrandje. Ja, we het zo mogen we het wel zeggen. Waarom doe je hem weg? Omdat ik, deze is klaar. Deze heeft zijn rol volbracht. Deze heeft zijn rol volbracht. Ja. Die heeft gedaan wat hij moest doen. En het is weer tijd voor een andere mooi iets rond mijn kont. Ja, en daarmee ga je dan weer alle komende wedstrijden ongetwijfeld winnen. Ja. Ja. Nou, te gek. En we gooien hem op de veiling. 3fm.nl/veiling. Heb jij een richting waarin we moeten denken qua donaties? Nou ja, kijk. Het is de gouden trapeze van Dorian van Rijsselbergen. Precies. En ja, je zal het misschien niet 1, 2, 3 gaan dragen op straat. Maar het is wel het echt wel, een itempje. Dus ja. Er is er maar één van. En er zal er in de toekomst ook nooit meer één gemaakt worden die precies zo is. Dus dat moet je even in je achterhoofd houden op het moment dat je gaat bieden. Het is echt een one of a kind. Voilà, 3fm.nl/veiling.